Ze heeft elle lange benen en helblonde lokken. Charlotte Labé uit Roosendaal won vorig weekend de Nederlandse finale van de Miss Universe Top Beauty. Woensdag vertrok Charlotte naar Vietnam. Met zo'n 100 vrouwen strijdt ze daar om de titel Miss Universe. Of ze kans maakt? Ik heb de concurrentie gezien op internet. Uh, kun je de foto's bekijken. Het is moeilijk, want je ziet de meiden natuurlijk niet in het echt. En op foto's is het natuurlijk altijd wat lastiger. Er zijn veel donkere meiden, veel brunettes. En ik denk maar zeven blonde meiden. En ik denk dat je dan daar, ja, als, als ik daar naar kijk, maak ik wel een leuke kans. Ja. De finale is op 14 juli en wordt wereldwijd uitgezonden.